Dat is wel chic. Deze vind ik heel mooi. Sam heeft een grappige mop. Going to the base place. Goedemorgen allemaal, welkom in een nieuwe vlog op ons YouTube kanaal. Hier is Loepke, behind the wheel. We zijn juist naar de Walmart geweest, want Anaïs moest een paar foto's maken voor school. Dus we hebben de Mustang, een witte Mustang meegenomen. Ik ben met Thalys haar papa daarmee ingereden. Het is een cabrio, dus super zalig met dit weer. We hebben hier op de parking van de Walmart gezet en we hebben weer een paar foto's gemaakt in onze Adidas tracksuits. Dat is wel chic. Als we maar wat was die opdracht, Anaïs? Ja, maar voor school, voor vinylplaten, ja. Hè? Zo, ah, zo de cover van een old hip-hop. White people hip-hop. Ja, white trash hip-hop. Dus wij waren de white rappers, hè? Ja, de gangsters. White trash, maar... Dat is chic. Als we het resultaat hebben, zullen we het hier even zetten. Ja. Your blue sky, yeah, yeah. Ja, hier wat ga je drive-thru doen? Ja, ik wil drive-thru. Dan moet je hierin zo, maar dat gaat niet lukken. Jawel. Ja, ik heb bord. Doe het. Ik doe het. Wacht maar. Nee, hier niet, hè? Ja, dat weet ik, hè, Sam. Back up. Going to the base place. Ik voel me echt Amerikaanse. Ja, ja. Echt, als ik hier zou wonen, joh. Ik zou elke dag base place gaan. Naar wat? Naar de base place. Naar de wat? Echt live naar de base place. Wat is de base place? Starbucks. Nee, echt? Ja. Ze noemen dat zo. Ah, daar zijn de Starbucks. Hè. Ik pak... Ik ga de base place. Cherry berry. Hibiscus refresher. De... Ik weet het nog niet. Jij Anaïs? Iets cool. Iced caramel... Dat wil ik. Iced caramel macchiato. We ja. hebben net drinks gehaald eigenlijk, hè. Ja. We zijn echt... Caffeine echt on caffeine. American aan het worden. Echt, hè. Dat is ook al vol cafeïne. En dan, dan nog eens vol cafeïne. Ik pak wel geen cafeïne. Just saying. Trip in. Crazy. Hi. One large... hoe noemt dat nu? Berry hibiscus. Berry berry hibiscus refresher. Alright, did you want to do the venti or the crenta? We have like a large and an extra large. Extra large, please. Okay. Then... Iced caramel macchiato. Welke size? Tall. Tall iced caramel macchiato. Tall iced caramel macchiato, okay. Caramel frappuccino. Welke. And one venti caramel frappuccino. And a venti caramel frappuccino. Yes. Is that it for you? Yeah, that's it. Okay, $14.93 in the window. Thank you. At the base place. That's how we do it at the base place. It's okay like that. Come to say who was that? Thank you. Bye. Was dat goed gedaan? Ja, heel goed. Zoals ik in Bilze altijd voor de trein moest stoppen, moet je hier constant voor de boten stoppen. Hè. Dat gaat wel nog echt lang duren, hè? Ja, pas op, die is nu aan het versnellen. Ja, hij is aan het versnellen. Hè. Dus hier gaat de brug omhoog, omdat er een boot met een paal is die door moet. Een zeilboot. Een zeilboot, dus. Een boot met een paal. Een boot met een paal. Ziet je hem? Ziet je hem? Daar is hem, daar. En de brug gaat omhoog. Zodat de boot door kan, hè. Het is dus wat anders dan de trein, hè. Dat is wel leuker. Hier heb je tenminste nog een mooi uitzicht. Dat is waar. Kijk hoe mooi. Oh. Kijk hoe mooi. Wauw. Daar, hij gaat een versnelling hoger, zal er. Hij is erdoor, hè. Hij is erdoor, mannetjes.
Is het leuk? Redelijk. Ja? Is het lekker eigenlijk? Heel lekker. Je hebt dus gek gedaan, iets anders gek, genomen. Oh, gek. Niet gek. Ik heb een iced caramel macchiato. Nou ja, en wat had jij dan weer? Caramel frappuccino. Maar daar zit zoveel crème in. Ja, dat is echt ijs meer. Ja. Look, mijn is toch het best. Mmm. Mm. It's so refreshing. Wel gezond, dat is wel zwaar, denk ik. What that? Forever love for the moment and all your pain to be broken. See when I look in that smile, all your beauty is spoken. I love the vibes that you carry, I see the spark of your motion. And when I see that you're down, I put the waves in your ocean. We zijn terug thuis. Sam heeft een grappige mop. Ja. Ja. Grappig. Heb ik een grappige mop? Ja. Gaat je die vertellen? Ja, ik kan die vertellen. Oké, vertel. Je hebt gepikt van de radio. Ja, zo gepikt van de radio, ja. Van de Geico reclame. Mm-hmm. Oké, dus. Dus. Waarom heeft een golfspeler altijd een extra paar sokken bij? Stop de video nu en ga onder in de comments zetten waarom. Omdat hij misschien een hole-in-one heeft. Wat een billenkletser. Ik vind dat wel echt een goede mop. Want Engels is hij wel beter natuurlijk. Gaan we naar binnen, ja. Ga naar binnen. Sleutel. Ja, waar is de sleutel hier? Ah, waar is dat eigenlijk? Hier is de key. De spatie tussen. Spatie? Waar is dat? Oké, ciao, we gaan naar binnen. Annelies en ik zijn naar het zwembad. Mijn zwarte bikini trouwens is niet van Shein. Voor een keer, die heb ik nu gekocht bij Paxson. Dat is echt een hele simpele zwarte met zo dunne lintjes. Maar dat wou ik heel graag. Annelies en ik gaan wat bakken en braden hier. Het is kei mooi weer en er is wel zo'n windje, dus zalig. Vooral hopelijk dat je zo niet te veel zweet. Trouwens, voor de mensen die mij ook vroegen van hoe dat ik zo goed bruin word en dat zo goed behoud, ik smeer me echt altijd in. Ik gebruik SPF 30, zodat je geen vlekken krijgt en dat je niet verbrandt. Ik verbrand ook wel echt niet, omdat ik mij zo goed insmeer. Maar ik heb ook wel niet echt de huid om echt te verbranden, denk ik. Dus dat ligt er ook wel aan. En mijn huid wordt ook heel snel heel bruin. Dus dat hangt ook wel van type tot type af, gok ik. Maar goed insmeren, ik gebruik Bruno Vasari Sun Defense en SPF 30. Deze is heel goed, hier krijg ik geen pukkeltjes van en zo, want van sommige zonnecrème krijg ik ook pukkels, omdat er zoveel parfum in zit en dat krijg ik bij dit niet. Wij zijn klaargemaakt om te gaan eten, maar we zijn even de Hobby Lobby binnengekomen. En ik wou dat ik hier woonde, hè, want ik kan deze dingen niet meenemen. Kijk hoe mooi. Deze wil ik. Die ananas. En ik wil deze kussens. En ik wil dit. En ik wil deze, vind ik ook heel mooi. Hier zijn zoveel mooie dingen. Kijk die kussentjes, die schilderijen. Hier is, oei, wacht, daar is een vrouw. Waar? Deze vind ik ook mooi. Wat? Deze, oh, life is better with a cat. With three cats, ja. Yeah. En, wat? Miauw. Dat is kei cute allemaal. Dit voor een babykamer van een meisje. En dit is ook super schattig. Kijk hoe mooi allemaal. You have filled my heart with greater joy. Oh. En dat staat er wel zo bij. Psalm 7, 4 en zo. En hier een tippie voor kindjeskamers. Echt super cute allemaal, hè. En deze. Don't wake the bear. Voor op een jongetjeskamer. You are our best adventure. Oh. Kijk deze. En deze. Sam. Ja, hier had ik net nog ergens. Ah, deze vind ik ook heel mooi. Deze vind ik heel mooi. En die vind ik ook mooi. En deze landkaart vind ik heel mooi. Deze vind ik heel mooi.
En die vind ik heel mooi. Meisje. Och, wat wilt je? Naar waar wilt je? Ik heb het gevoel dat ik wel naar mijn hond. Nee, kom, we gaan naar buiten. We kunnen dat toch allemaal niet meenemen. Maar kijk, hier kun je zo je eigen dingen samenstellen. Hoe noemt dat weer? Terrariums. Met plantjes. En hier heb je van alles. Hier zijn mokken. Oh my god, kijk hoe cute die allemaal zijn. Ik wou dat ik hier woonde, hè. Kan ik dat allemaal kopen? I know I have a lot of flaws, but nothing you couldn't fix. You're gorgeous, from your mind to your heart, straight to your hips. I want that never-ending ride, so baby, get with the script. We're on a different route, show me what you're all about. Tears coming from your heart, shorty, I can cause a drought. See, I ain't with that shit they say, and I can prove it with my... Hier zijn we weer. Wat de? Goed papa mij? Nee, ik ben eens. Ah, oké. Wij liggen in bed, gaan nu slapen. We hebben nog de laatste aflevering van Blind Getrouwd gekeken. En dat is het. Lekker gegeten bij Outback, ja, by the way. Het was echt goed, s'avonds verbrand. Ja. Ik ook, hier. Ah, een beetje rood, ja. Maar jij nog veller. Nee, je ziet het al niet meer. Het is al weg. Ja, echt wel. Ik verbrand echt bijna nooit. Ik heb mij vandaag wel niet de goeie hier in gesmeerd. Eigen schuld, dikke bult. Oh, ik voel dat wel, ja. Mijn armen zo'n beetje. Oh, morgen is het alweer dinsdag. Het is er al bijna op. Nee, nog even. Jo, nog een hele week. Ja, hele week. Nog 4 dagen. Ja, 3,5. Maar oké. Okay. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk, dus zeker... Thumbs up! Ik. En wij zien jullie morgen!